Ik heb nog apenlaten, Saab. Arr, dat is de piraat met de andere helft van de sleutel. Cayenne Peper. Ah, Botterik. Ah, kapitein Botterik, lang niet gezien. Hoe is hij? Keurig schip, wie zijn dat? Oh, ik bedoel, wij vinden de schat eerder dan jij, Botterik. Ik wist dat je op zoek was naar mijn schat, Botterik. Ik wist het. Helemaal niet, het is mijn schat. Eigenlijk is de schat voor jullie allebei. De sleutel zit toch aan jullie vriendschapsketting? Wat is dat? Een vriendschapsketting? Zo eentje met twee delen, zodat beide vrienden er een helft van dragen? Twee vriendjes, één sleutel. Jongen, misschien moeten jullie ze samenvoegen. Nee. Ah-ah. Kapitein Peper lijkt vastbesloten. Net als Botterik wil ze haar helft van de sleutel zelf houden. Oh, maar ze kunnen er toch wel gewoon met elkaar over praten? Vergeet het maar! Ik vind die schat eerder dan jij, Botterik. Nou, volle kracht vooruit! Oh, ik dacht het niet! Minnie, we moeten weten wat er tussen Botterik en Peper is gebeurd. Goed idee, Goofy. Kom maar mee, dan gaan we eens kijken. Ahoy, kapitein Peper. We komen je helpen. Helpen? De schat eerder te vinden dan Botterik? Nee, we helpen jou en Botterik weer vriendjes te zijn. Wat is er gebeurd? Daar wil ik het nu niet over hebben. En ik wil geen vriendjes meer zijn met die Botterik. Nooit meer. Hemeltje. Ja, ik heb al 100 keer gevraagd waarom zij en Botterik geen vriendjes meer zijn, maar ze wil niks zeggen. Hoe kunnen ze het ooit goed maken als ze niet met elkaar praten? Door erover te praten voel je je misschien beter. Misschien. Heel lang geleden kwam Botterik niet op mijn verjaardagsfeestje. En dat maakte mij echt heel verdrietig. Tjonge. Heb je hem wel eens gezegd hoe je je daarover voelde? Nee, natuurlijk niet! Ik was veel te boos! Ah, kom op, Botterik. Vertel toch wat er tussen jou en kapitein Peper is gebeurd. Dat zal je vast opluchten. Nee. Goed, als je het niet vertelt, dan ga ik gewoon door met... Zeg dan. Oké, ik zeg het al. Ze had me niet voor haar verjaardagsfeestje uitgenodigd. Ik was zo triest als een zeemeermin op het droge. Baba, dat begrijp ik wel. Wat verdrietig! Oh, heb je gezegd dat het je gekwetst heeft? Natuurlijk niet! Daar was ik te simp voor. Ik ga die schat als eerste vinden. Kom op! Gaat echt niet gebeuren! Voorzichtig! Grote garnalen! Voorzichtig, kapitein! Straks gaan we door! Dit is mooi jouw schuld, Cayenne Peper. Mijn schuld? Dit is zeker weten jouw schuld. Botterik, Peper, maak nou toch geen ruzie en praat gewoon eens met elkaar. Oh, als je geen vrienden meer kunt zijn, is het altijd goed om het uit te praten. Ik zat ermee dat ik met Damme had verloren. Maar door erover te praten, begreep iedereen waarom ik me zo voelde en... Kweksels, ik voelde me meteen beter. Meen je dat? Kapiteins, ik geloof dat jullie echt een keer moeten praten. Je had me niet uitgenodigd voor je verjaardagsfeestje. Wat? En ik was heel verdrietig toen je niet op mijn feestje kwam. Je had me helemaal niet uitgenodigd. Ik had je wel uitgenodigd. Je was mijn BMF. BMF? Beste maatje forever. Oh. Wacht. Was ik wel uitgenodigd, maar ik heb nooit een bericht ontvangen. Misschien zoek geraakt? Heb je de uitnodiging niet bezorgd? Echt wel, in Botterik's eigen brievenbus. Mijn schip heeft helemaal geen brievenbus. Jawel hoor, kijk maar eens. Die hangt hier. Maar dat is geen brievenbus. Dat is de plek waar ik mijn schatkaarten bewaar. Hey, kijk. Hij lag al die tijd hierin. Ja, dat zei ik toch. Als we nou gewoon hadden gepraat over wat ons dwars zat, was er niks aan de hand geweest. En waren we ook de avonturenzee blijven bevaren met z'n twee. Het spijt me echt dat we niet eerder hebben gepraat, Botterik. Ach, het spijt mij ook, Peper. En je bent niet onzuiver. Je bent mijn piratenmaat.